In 2018 besloten twee Amstelveense turnverenigingen na lang conclave samen te gaan. Odin en Fit gingen samen verder als United Amstelveen. 5 jaar geleden telde de vereniging 750 leden en turnden ze op 6 verschillende locaties. Nu, in 2023, is dit ledenaantal afgenomen tot 615. Dit is vooral te wijten aan corona. Maar sinds de fusie hebben ze nu 1 prachtig onderkomen in de beweegbox. Naast de Mijn Goudsmedal is het niveau enorm toegenomen. We zijn er ontzettend veel op vooruit gegaan. Ik denk zeker gezien de recreatie en de wedstrijdsport natuurlijk samenkwamen, hebben we er onwijs veel van geleerd. Zowel de trainers als turnsters, als dat we in zaal erop vooruit zijn gegaan. Bestuursleden hebben van elkaar geleerd en we zijn onwijs gegroeid met z'n allen. We hebben een onwijze ontwikkeling doorgemaakt. We hebben heel wat recreatieleden erbij gekregen eigenlijk, waardoor de club gewoon enorm is gegroeid. Ik zat eerst in Utrecht bij een vereniging en daar kon ik eigenlijk niet veel meer uit mijn niveau halen. Het enigste was dat ik Nederlands kampioen ben geworden. En ja, verder kon ik niet echt iets bereiken. En hier kan dat wel. De club begon op breedtesportniveau, maar heeft zich de afgelopen jaren steeds verder omhoog gewerkt. De wedstrijdsport krijgt binnen de club dan ook steeds meer aandacht met veel opkomend talent. Naast het reguliere turnen is de vereniging ook sterk in acrogym. Zowel nationaal als internationaal. Nou, ik denk dat we vooral veel meer mogelijkheden hebben gekregen. Dus we hebben een veel grotere groep met sporters gekregen. Een veel grotere pool met trainers. En natuurlijk, als je hier om je heen kijkt, veel meer faciliteiten gekregen. Dus meer kansen om het niveau omhoog te brengen. Maar ook om juist de breedte sport ook echt te dienen. En daarna zijn we eigenlijk best wel verjongd als groep. En halen we eigenlijk alleen nog maar sporters binnen via de talententest. Dan doen we dus allemaal onderdelen en oefeningen. En dan gaan we steeds wedstrijden doen, plaatsingwedstrijden. En dan proberen we ons best te doen en proberen we naar het NK te gaan. Ook heeft de vereniging nu een speciale topturnafdeling die 78 leden telt. Naast de 440 recreanten zijn er ook nog 55 bij de acrogym en 42 bij de springgroep. En we zijn nu echt aan het klimmen richting de topsport. En we krijgen nu van onderaan, dus de jongere meisjes, die stromen steeds beter in. Waardoor we gewoon echt dus op topsportniveau kunnen acteren. Ik vond het nog wel heel leuk bij die andere club. Alleen daar konden we geen topsport doen. Dus, en dat wou ik wel heel graag. Dus daarom ben ik naar deze club gegaan. Sinds de fusie trekt United Amstelveen ook veel talenten van buiten de regio aan. Ondanks dat iedereen lid kan worden en er voldoende ruimte is, heeft de club wel te maken met een tekort aan trainers. Daarom zijn ze nu ook bezig met een eigen opleidingscentrum te starten voor beginnende trainers. Wij maken echt wel budget vrij voor opleiding en ontwikkeling. Dus of dat nou voor workshop of cursussen is, of echt gerelateerde opleidingen aan de KNGU, die proberen we zeker te bieden. En daar is vanuit het bestuur zeker steun voor. We hebben hier dus best wel veel jonge sporters en dat is ook heel erg fijn, want daarmee kan je nu echt heel erg aan de slag en daar kan je nu heel veel in investeren en dat zijn we ook echt heel erg aan het doen. Eigenlijk het leukste wat ik vind tijdens de training geven is als er bijvoorbeeld een jongen naar mij toe komt gerend van hey, dit is me gelukt of ik kan weer iets nieuws. Als ik dan zo'n gezicht zie van zo'n jongen, dan vind ik dat heel erg leuk. De eerste 5 jaar zijn zeer succesvol verlopen. Maar ook United Amstelveen wil zich uiteraard verder ontwikkelen en door blijven groeien. Wensen zijn er in ieder geval genoeg. We zijn aan het proberen om nieuwe groepen te kunnen opstarten. Dus kinderen met bijvoorbeeld beperkingen die zeker welkom zijn, op welke manier dan ook. Want iedereen moet kunnen sporten. Van jong tot oud. Dus voor ouder- en kindgym zijn we bezig. Voor misschien weer oudere turnen zijn we bezig. Dus we willen eigenlijk zo breed mogelijk blijven ontwikkelen. Ik hoop dan dat we vooral heel erg bekend staan om ons goede pedagogische klimaat. En het plezier wat de turnsters uitstralen. En dan hoop ik daarnaast natuurlijk dat de resultaten behaald worden waar zij zo knetterhard voor trainen.